versnellen. Nou, het doel van de les is het begrip van bewegingsdiagrammen, VT-diagrammen, bekijken. En we kunnen daaruit de formule van de versnelling gaan afleiden. En tevens gaan we de VT-diagrammen gebruiken om de afgelegde afstand te berekenen. Nou, hoe maak je een VT-diagram? Je zet de snelheid verticaal, de tijd zet je horizontaal. En gewoonlijk zet je hier straks meter per seconde. Nu staat er nog kilometer per uur. En wat opvalt is dat de eerste 4 seconden de snelheid toeneemt. We hebben daar een versnelling. Het gaat steeds harder. En hier, na 4 seconden, beweegt hij met een constante snelheid. Daar hebben we een eenparige beweging. Nou, als er een gelijkmatige toename is van de snelheid, bijvoorbeeld na 1 seconde ga je 3 meter per seconde, na 2 seconden 6 meter per seconde en na 3 seconden 9 meter per seconde, dan ga je elke seconde 3 meter per seconde harder. En dan is je versnelling eigenlijk 3 meter per seconde per seconde, oftewel 3 meter per seconde in het kwadraat. Dan ga je elke seconde 3 meter per seconde harder. De formule voor de versnelling is A, dus delta V gedeeld door delta T. A komt van acceleratie. En dat is delta V, je eindsnelheid min je beginsnelheid. Let op, een meter per seconde. En delta T is gewoon je tijdsduur. Let op, als er kilometer per uur staat, moet je delen door 3,6 om daar meter per seconde in te vullen. Omgekeerd op het einde, als je meter per seconde uitkrijgt en er wordt kilometer per uur gevraagd, doe je keer 3,6. Een voorbeeld, een auto wil op de snelweg een vrachtwagen passeren. De bestuurder drukt het gaspedaal verder in, waardoor de auto 4 seconden lang eenparig versnelt. Hierdoor neemt de snelheid toe van 54 km per uur tot 90 km per uur. Bereken de versnelling. Nou, je ordent de gegevens, de beginsnelheid, deel je door 3,6, net zoals de eindsnelheid, en je delta t is 4 seconden. Nou, hoe groot is de versnelling? De acceleratie a. Dan moeten we eerst delta v uitrekenen, met v eind min v begin, dus 10 meter per seconde. En dan kun je hem invullen. A is delta v, 10, gedeeld door die 4 seconden, is 2,5 meter per seconde, Dus 2,5 meter per seconde in het kwadraat is de versnelling. Elke seconde neemt de snelheid met 2,5 meter per seconde toe. Nu is de afgelegde afstand gelijk aan het oppervlak onder een VT-diagram, mits de snelheid in meter per seconde staat en de tijd in seconde. Als je namelijk het oppervlak bepaalt en je doet seconde keer meter per seconde, komt er meters uit. Nou, stel je voor, je gaat 10 meter per seconde gedurende 5 seconden, dan leg je 50 meter af. Dan heb je gewoon dit oppervlak. Maar hier is het lastiger, hier hebben we al een beginsnelheid. Dus als we hier de afstand willen uitrekenen, moeten we het oppervlak van die rechthoek en die driehoek gaan berekenen. Nou, dat kunnen we doen bij dit voorbeeld. We hebben een skier, die gaat in 5 seconden eenparig versnellen, van 36 km per uur, deel hem door 3,6, naar 54 km per uur, deel hem door 3,6, en je hebt 15. Dus dit is wat we zien. Dan zou je de versnelling kunnen uitrekenen, maar dat vragen ze niet. De afstand is het oppervlak. Dus wat gaan we doen? De afgelegde afstand is het oppervlak en we hebben een rechthoek A, B, C, D. En het oppervlak daarvan is 5 keer 10, is 50 meter. We hebben hier ook nog een driehoek en het oppervlak van de driehoek DCE is een halve basis keer hoogte, een half keer 5 keer, let op, dit stukje is van 15 tot 10 keer 5. Dus een half keer 10 keer 5. Tel je die twee bij elkaar op, dan heb je 62,5 meter. En dat is de afstand die de skier aflegt. Nou, je zou ook kunnen zeggen S is V gemiddeld keer T. Dan zeg je je gemiddelde snelheid zit hier precies tussenin. Die is dus 12,5. Keer 5 is 62 meter. Dus S is V gemiddeld keer T is ook handig. Let op dat je dan niet de eindsnelheid pakt, maar de gemiddelde snelheid. En dat is deze 15 plus 10 gedeeld door 2 is 12,5.
Nog een voorbeeld, een lift gaat naar de 10e verdieping. En we zien hier wat er gebeurt. Hij versnelt eerst, dan heeft hij een constante snelheid. En dan remt hij af tot hij weer stilstaat. Dus in gebied 1 hebben we een eenparig versnelde beweging. Gebied 2 een eenparige beweging. En bij gebied 3 remt hij gelijkmatig af en dat heet eenparig vertraagd. Hoeveel afstand legt hij nou de eerste 2 seconden af? Dan kun je zeggen S is V gemiddeld keer T. V gemiddeld is 1,5 keer 2, dus 3 meter. Je kunt ook het oppervlak bepalen. 2 keer 3 is 6 en daar de helft van is 3 meter. Dus 3 meter legt hij af de eerste 2 seconden. Nou, hoe groot is de versnelling gedurende de eerste 2 seconden? Dan hebben we A is delta V gedeeld door delta T. V eind is 3, min V begin is 0, gedeeld door 2 seconden, is 1,5 meter per seconde in het kwadraat. Dus elke seconde gaat die 1,5 meter per seconde harder, na 1 seconde 1,5, na 2, 3. Hoe hoog ligt de 10e verdieping? Nou, dan heb je het oppervlak nodig van die 3 gebieden. Ga zelf maar na het oppervlak van de driehoek, de rechthoek en de driehoek. Is 28,5, ik heb hem even afgerond naar 29 meter. Wat is nou de totale gemiddelde snelheid? Dan deel je de afstand door de tijd. De afstand is 29 meter en de tijd is 11 seconden. En dan is de gemiddelde snelheid 2,6 meter per seconde. Keer 3,6 eventueel 9,5 kilometer per uur. Nou, samengevat, de versnelling is delta V gedeeld door delta T. En het oppervlak onder de VT-diagrammen is de afgelegde afstand.